Op de tweede dag van de protestactie tegen het beleid van de regering onder leiding van president Bouterse waren er duidelijk minder demonstranten dan gisteren. De initiatiefneemster Maisha Neus zegt dat ze op social media is bedreigd. Neus snapt niet waarom er een ophef wordt gemaakt van de protestacties. Waar we sterk moeten staan als één volk, proberen anderen elkaar te breken, zegt ze. Ik ben vanochtend wakker geworden en ik heb een berichtje gezien, een privébericht via Facebook, waarbij een heer heeft gezegd dat hij vroeg me of ik wist wat een kogelbrief was. En daarna zei hij, adviseerde hij me om snel een kogelvrij vest te kopen. Dus toen zei ik, heb ik hem geblokt en bedankt. Iemand in mijn familie heeft me gebeld zo net om op de hoogte te stellen van die Bakkanatori, dat de heer Kenneth Sloten mij daarvan heeft beschuldigd. En ik ga even kijken wat ik kan doen om hem aan te klagen wegens smaad, want hij heeft geen bewijzen. Het is allemaal ongegrond, dus je gooit lukraak dingen de wereld in zonder factchecks te doen. Zonder bij mij überhaupt af te stappen. De politie is niet eens bij me geweest, dus ja, waar hebben we het eigenlijk over? Volgens Neus wordt er morgen geen actie gevoerd. De demonstranten zullen wachten op de vakbeweging die donderdag de straat op zal komen. Neus zegt dat ze vanaf donderdag onafgebroken doorgaat met de actie om deze regering naar huis te sturen. Ah, zolang het nodig is. Ik heb al gezegd, ik ga door tot het einde. De regering moet naar huis, want ze zijn er niet voor het volk en dat is wel gewoon een feit. En eerlijk is eerlijk, ik heb de Nederlandse nationaliteit. Ik heb het nooit verzwegen. Ik ben ingezeten de burger van Suriname. Mijn papieren zijn in orde. Ik heb documenten voor onbepaalde tijd. Ik heb alle stempels in mijn paspoort, dus ik weet niet waar we het over hebben. Ik betaal mijn belasting, ik werk, ik heb geen strafblad. Dus ja, als ik weg zou willen gaan, was ik toch al lang weg. En dan sta ik hier voor jullie en dan zijn jullie ook niet blij. Maar ja, je kan niet iedereen tevreden stellen. Dus degenen die het wel waarderen wat ik doe, die zijn er. En degenen die het niet waarderen, laat ik hun mening vrij. Ik respecteer iedereen zijn mening. Aldus Maisha Neus, initiatiefneemster van de protestactie tegen het beleid van de regering. Neus is gisteren bedreigd op social media. Ze heeft vanmiddag hiervan aangifte gedaan en werd daarbij door de hele groep actievoerders ondersteund.